verhalen over een Rotterdamse icoon. Dag, Dijkzicht. Ja, we hebben het er al de hele week over. Hè? Het oude Dijkzicht gaat tegen de vlakte. En dat heeft alles te maken met dat supermoderne Erasmus MC dat de natuurlijke pal naast staat. Waardoor Dijkzicht zijn functie is kwijtgeraakt. Nu zijn ze gestart met de sloop vorige week. En wij zijn dan altijd op zoek naar mooie herinneringen. Daar hebben we een oproepje voor gedaan. En er kwam gigantisch veel binnen. Heel veel mooie verhalen. En vandaag hebben wij aan de telefoon Marloes Hoogkamer. Die kwam in het ziekenhuis terecht als kind. Besloot toen dat ze arts wilde worden. En goedemorgen Marloes. Een hele goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij bent uiteindelijk verpleegkundige geworden. Maar dat is dus allemaal begonnen in het Dijkzicht. Vertel. Ja, ik kwam daar als baby omdat ik last had van een waterhoofd. Dus ik moest geopereerd worden. En vanaf het moment dat ik me kan herinneren uiteraard, voelde ik me thuis in het Dijkzicht. Ja, en als je nu langs dat Dijkzicht komt, wat krijg je dan nog bepaalde... Wat voel je dan, weet je wel? Ja, dat is wel wat melancholisch uiteraard. Maar zodra ik überhaupt over die Erasmusbrug heen kom, dan kom ik thuis. En dat is altijd een warm gevoel. Ja, en jij hebt veel van je tijd als kind doorgebracht, hè, in dat Dijkzicht ziekenhuis, kan ik wel stellen. Ja, bij periodes. Ja, maar wat gebeurde daar allemaal met jou? Op 9-maandenjarige leeftijd ben ik geopereerd. Toen heb ik een dreen in mijn hoofd gekregen en die moest 2 keer gereviseerd worden. Dus toen ik 12 was, was ik daarmee klaar. En toen ben ik nog een aantal keer op controle geweest. Neem me niet kwalijk. En toen mocht ik afscheid nemen van de neurochirurgie. Jeetje, gelukkig maar dat je afscheid kon nemen. Zeker, ja, zeker. Jeetje, en jij had te maken met 1 arts, hè, en die is voor jou toch wel belangrijk, kan ik dat zo zeggen? Ja, zeker. Professor Avezaat, die heeft als het ware mijn leven gered. En natuurlijk werken we allemaal in het ziekenhuis om levens te redden. Maar dankzij zijn interventies met zijn team heb ik geen hersenbeschadiging opgelopen. En kan ik zonder beperkingen mijn leven leiden. En daar ben ik hem ontzettend dankbaar voor. Jeetje, en jij hebt hem zelfs nog bedankt. Ja, ik werkte destijds in het Daniël den Hoed. Ja. En toen kwam ik een collega van hem tegen, lang verhaal kort. En ik vroeg aan haar of zij hem nog kende. Nou, zij kende hem nog. En ik vroeg of zij een mail van mij door wilde sturen. En wonder boven wonder, want ik wist natuurlijk niet of hij zou leven. Uiteraard had ik dat wel kunnen bedenken naar aanleiding van dat zij die mail doorsturen. Maar dat was toen allemaal een beetje spannend of was zenuwachtig. En toen kreeg ik een antwoord terug dat hij zich mij nog kon herinneren. Niet zozeer qua gezicht. Maar wel omdat ik destijds ook gebruikt ben als casuïstiek in zijn proefschrift. En hebben we elkaar even via de mail gesproken en heb ik hem mijn dank over kunnen brengen. En hij was heel blij dat ik zo goed terechtgekomen was. En dat vervulde mijn hart echt met blijdschap. Jeetje, maar wacht even. Jij was onderdeel van zijn proefschrift. Hij heeft onderzoek gedaan naar jou specifiek. Want was het dan een heel, heel speciale casus, was jij? Als ik het zo een beetje onderbiedig kan zeggen. Ja, ik denk het wel. Want voor mij was het nieuw dat hij dat schreef. Maar destijds, in 1984, was de neurochirurgie in de vernieuwing. En iedereen die voor die tijd geboren werd met een waterhoofd, die had gewoon minder kansen. Dus ook die technieken zijn allemaal vernieuwd. En ik zou hebben meegedaan aan een deel van intracraniële drukmeting. Dus dan meten ze de druk in je hersenen. En dat had hij nodig om zijn operaties te verbeteren. Wauw, en vandaag de dag, als je dan, ik ben helemaal geen medicus natuurlijk, maar als je geboren wordt met een waterhoofd, heb je daar op latere leeftijd dus nu nog steeds last van of is dat helemaal goed? Nou, dat is afhankelijk van wat er natuurlijk in de baarmoeder eventueel al is misgegaan. Maar ik kwam met een gewoon hoofd naar buiten, waardoor de druk nog niet dermate groot was geweest dat het al beperkingen had opgeleverd. Dus dat is per casus is dat anders. Oké. Okay. Nou ja, jij zegt die tijd in het Dijkzicht heeft gemaakt dat ik de zorg in ben gegaan. Je bent verpleegkundige geworden, ja toch? Ja, zeker. Wat doe jij nu? Waar werk je nu? Ik ben intensive care verpleegkundige in het Albert Schweitz Dordrecht. Dus ik heb zo mijn stappen bewandeld. Wat gaaf. Nou ja, en jij hebt jouw verhaal ingestuurd omdat je graag een brokstuk zou willen van het Dijkzicht. Wat ga je ermee doen? Nou, misschien wel op een mooi plekje zetten in mijn flat. Nou, we zorgen in ieder geval dat er zo'n stukje Dijkzicht beneden bij de receptie ligt. Dus in je eigen tijd kun je dat op kantooruren natuurlijk even opkomen halen in de Lloydstraat in Rotterdam. Marloes, nog 1 keer. Hè. Of tot slot. Vaak zijn geuren ook heel bepalend. Kun jij de geur van het oude Dijkzicht nog terughalen? Ja, dat heb ik beschreven in mijn stukje. Hoe moet ik dat omschrijven? Een klein beetje weeg uiteraard, maar
Met rust en vrede. Ja, dat is geen geur natuurlijk, maar dat is wel wat het bij me oproept. Ja, ik kan me er iets bij. Ben je die geur ooit later in je leven nog wel eens tegengekomen? Of ruikt het in het Albert Schweitzer ook nog zo? Nee, in het Albert Schweitzer ruikt het heel anders. We hebben tenslotte ook een andere slogan voor het ziekenhuis. Maar soms, als ik in het Erasmus liep, in het oude gedeelte, dan hing die geur daar nog inderdaad. Ja. En die ramen ook, heel specifiek natuurlijk. Hè? Want je kijkt als je in een ziekenhuisbed ligt vaak naar buiten. Ja. Als je ogen dicht doet, dan zie je dat bijna nog misschien wel. Zeker, zeker. De hele specifieke afrondingen van die ramen, ja, dat is denk ik uniek. Ik zou zeggen dat het bij de scheepvaart hoort, maar hier was het in het ziekenhuis. Ja, nou, het wordt gesloopt. Ja, dat vind je misschien jammer, maar je begrijpt ook wel dat er een mooie nieuwbouw voor terugkomt, hè? Uiteraard. Alleen ik hoop dat iedereen die in het grote, ja, in grote bedrijven werkt, zich beseft dat vernieuwing niet per se gebaat is bij grootheid, maar dat we oog moeten houden voor het kleine. Goed zo. Ja. Nou, daar sluit ik me geheel bij aan. Ik ben zelf 1,70 meter, dus ik kan dat niet ontkennen. Ja. Laurens, jij nog iets te vragen? Nee, ja, ik ga je een stukje geven, hè, van de Dijkzicht. Ja. Nou, hartstikke goed. Marloes, dankjewel voor je mooie verhaal, voor je bijdrage, het feit dat je vroeg opstond. Jij gaat vandaag aan het werk? Nee, ik heb een dagje vrij. Ik ben vanavond op het Malieveld in Den Haag. Oké. Gaan we daar doen? Ja. Daar is Present en daar gaan we God aanbidden met zang en muziek en zorgen of hopen dat we meer liefde en verbinding krijgen in het land. Dus nou, van de zorg naar de liefde naar geloof enzovoort. De cirkel is rond. Mag ik je bedanken? Yes. Fijne dag nog. Jullie ook bedankt. Bye bye. Dankjewel, Marloes.